wat een drama is dit! Jeetje jongens, wat een stress krijg je hiervan. Nou, wie wordt de eerste? Nou, wij niet, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we het kunnen vergeten. Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga voor het eerst samen met een paar leden uit Cool Races, mijn club, flatshow doen. En dat is dus blijkbaar tegenwoordig helemaal een trend. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat het was. En ik zag het elke dag wel 100 keer in Global Chat voorbij komen. Dus ik denk, weet je, ik ga eens proberen. Ik ga eens even kijken wat het is. Dus zometeen horen jullie ook een paar andere mensen, die zit ik mee in call, zeg maar, op Discord. Dus die horen jullie ook, dus dat is wel gezellig voor een keer. Dus ik ben niet alleen aan het woord voor een keer, dus dat is leuk. En ja, laten we gewoon gaan kijken hoe een flatshow gaat. Ik ben al helemaal klaar. Ja, helemaal aangekleed en wel. Ik heb geen idee of er kleding voor zich heeft te zijn of zo. Ik dacht, ik ga als de meest erge dressuurtut gewoon heen. En dan zien we wel. Dus ja, laten we gaan beginnen. Oké, mogen wij nu mee? Nog een keer, ja. Ja, Cheyenne, let's go. Ik wil ook dat zij het doet, want... Ja, ik pak ook gewoon zo lang hoor. Wij willen daar meedoen. Oeh, ja, ze gaat er nog in. Het is gelukt. Ik ben nog nooit zo blij geweest. Ik ook niet. Ja, maar zij is wel ervaren, dus... Ik vind dat best wel cool. Ja, van iemand die weet wat ze doet, hoor. Hoe het gaat, soort van. In hoeverre je ervaren hiermee kan zijn. Maar dit is dus zo normaal op de Amerikaanse servers allemaal. Ja, ja. Oh my god, nee. Oh. Ik heb zilveren oorbellen in en alles is goud. Trigger. Please, voor mij staan. Voor haar staan. Oké, okay, girl. Ik sta voor haar, toch? Of moeten we... Ik weet het niet. Oh, ik sta nu in Naomi. Dat is misschien niet zo netjes. Nee. Beter, hè? Beetje afstand. Ja, okay, wacht. Even naar... Zo, ja. Even wachten tot iedereen terug is. Yo, wat is het druk trouwens. Bizar, als je hier van de eerste wordt, dan heb je echt skills, denk ik. Holy shit, ik ga echt mijn best doen. ik ook. Ik ben oprecht benieuwd. Ik kan niet in mijn staan, girl. Ik mag niet te hard lachen, mijn kies doet fucking veel pijn houden. Maar wat is het doel? Want wat doe je? Letterlijk gewoon rondjes lopen. Ja, zoiets. Ja. Ik weet het niet. Dat je niet in de hoek wordt gezet. Er zijn zo... veel plaatsen, dan ga je in mij staan. Oprecht. Ga weg. Oh, ze gaat weg. Oh. Wow, ze hoorde je, denk ik. Denk het ook. Oh jeetje, ze zijn echt heel veel. Ik moet naar de CW. Ga dan naar de CW. Zag het op Star Stable nieuws? Ja, dat de Winter Village komt. Alsof niet iedereen dat al wist. Inderdaad. Zo, misschien nu 4 en 5. Je mag peeskus. Even voor duik. Oh, maar fijn, Cheyenne. Oh, dan doe ik ze weer omheen. Ja, echt, hè? Oh nee, dat wil ik helemaal niet, want deze heeft leuke sokjes, deze knol. Iemand gaat Hitler's Girls proberen vanavond. Nou, leuk, Daisy. Ik hoop dat ze lukken. Nee. Ja. Oh my god. Weet je, het fijne is aan dit soort situaties, dat je ook gewoon weer op je oude paard, tenminste, oud paard is het niet, maar de paarden waar je niet meer op zit omdat ze uitgetraind zijn, wel weer kan gaan gebruiken. Ja, weet je hoe kut het is als je gewoon een paard hebt uitgetraind en inderdaad, je rijdt er gewoon letterlijk niet meer op. Nee, precies. Weet je hoeveel geld je uitgeeft aan één paard? Dat is bizar, dat is gewoon 15 tot 20 euro. Als je zonder dubbelstakkers rekent, zeg maar. Ja, ik wil hier niet over nadenken. Dit fokt mijn brein op. Eigenlijk is het echt heel erg geldverspilling, kwam ik laatst achter. Ik moet er weer voor haar gaan staan, want ze vindt het een bende. Kut, waar is ze naartoe? Oh. Ja, in mijn achterin. We moeten wel in een rijtje. Ik vind die... Oh, dat vind ik een leuk paard. Oh, dat is van jou, Tiffany. Ik vind dat een leuk paard. Ja. Ik wil die misschien ook nog kopen. Leuk. Kan je die nog kopen? Ja. Volgens mij wel, die toch? Is wel permanent. Die is volgens mij permanent, inderdaad. Nou, ik vind wel dat wij best wel een goede outfit hebben, hoor, vergeleken met sommigen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, iedereen... Mij tussen ons. Oké. In een net rijtje met een D? Ja, ik ga wel even... Heel laat lekker. Ja, ik denk niet dat de gemiddelde leeftijd heel hoog ligt. Naast ons.
Maar ja, weet je. Ja. Oh, wie zit er naast mij? Nora, die heeft ook een heel leuk setje. Oh, nu verandert ze hem, maar die vind ik wel leuk. Oh. Oh, nu gaat ze weg. Oké. Okay. Ga maar staan. Bedoelt ze dan op de hoefslag? Of wat? Dat weet ik niet. Jongens, wat staat beter met stoel? Wat betekent dit? Nope. Allebei. Oh, dat kan niet eens. Allebei. Goed antwoord. Heel goed antwoord. Allebei tegelijk. Oh, die van Katalin wordt wild. Hé, hey, die Katalin die moet eigenlijk een rood lintje doen, want dat is er in het echt ook zo. Dat als je een rood strikje hebt, dan trapt je paard. En dat stond ook in dat ene Reddit berichtje. Oh, oké. Okay. Ja, echt waar. Wow, zoveel details. Weet je zeker dat je dat nooit hebt gedaan? Nee, dit weet ik echt puur omdat het in het echt ook zo is. En omdat ik dat berichtje net heb gelezen. Met of zonder eliminatie? Wat is dit allemaal? Gaan we allemaal geëlimineerd worden? Onze hoofd eraf gewoon zo. Oh, regels. We moeten luisteren. Oeh. Ja, maar Sarah, je bent veel te laat hiermee. Je hebt echt al 10 minuten gehad. Ja, ik stond net ook op wachten. Ja. Als je Jenne iemand anders gaat hier ook een flatshow houden. Ik wil wel met eliminatie. Dat is toch veel leuker? Of is het niet leuker? Of, want anders moet je gewoon allemaal, zeg maar, wachten. Of meedoen. En dan... Oh, de 5 minuten gaat nu in. Oh. Damn, serious? Girl. Besef dat je gewoon populair en beroemd kan worden doordat je gewoon flatshows geeft. Dat is toch sick? Iedereen kent haar dat straks. Heb ik gemaakt. Ja. Mijn paard is level 5, dus ik kan niet doorzitten. Oké. Okay. Oh. Jawel. Maar dat kan toch vanaf level 4? Ja, dat zegt iemand. Oh. Huh? Ik vind doorzitten echt... Ik doe niet eens meer anders dan doorzitten. Oh. I love it. Oh. Oh. Daar sta je niet mee. Ik heb geen geduld om zo lang stil te staan, jongens. Nou, wat zou de regel zijn? Ik ben benieuwd. Straks gaan ze alle dingen opnoemen wat ik aan heb of zo. En dan kan ik gewoon niet meedoen. Moeten ze weer 5 minuten gaan wachten tot jij kan omkleden? Hey, Sarah is terug. Toch? Dat is toch zij? Oh, op tijd. Oh, ze heeft wel een heftige outfit aan. Ja. Oh, niet door elkaar heen rijden. Nou, dat is op zich te doen, denk ik. Iemand flatje. Hey, weet je wat we ook kunnen doen? Gewoon iedereen uitzetten, behalve die rijvereniging leden. Nee, want dan zie je niet of je er iemand heen rijdt. Nee, weet ik. Nee, klopt. Oh, laten we dat maar niet doen. Niet de bocht afsnijden. Niet de bocht afsnijden. Ja, dan mag je in de echte manegeles ook niet, jongens. Aardig doen. Dat is een hele moeilijke. Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Maar ja, we gaan ons best doen, jongens. Mag je inhalen? Of moet je dan curl? Oh ja, inderdaad. Want dan ga je de hele tijd achter iemand die level 4 paard hebt of zo. Dat. Dan moet je curl doen. Oh, oké, nou dat is oké. Oh, maar dan moet je echt heel veel doen. Dat is zit je de hele tijd curls te doen. Ik had dat de vorige keer ook. Kijk, al die meiden. Zijn echt level 9, level 17. Oh jeetje. Nou, dat wordt nog wat. Er wordt erg veel curls doen. Mijn paard is ook level 7. Oeps. Op zich wel beter eigenlijk. Bij nader inzien. Ik ga mijn hoefijzers ervan afhalen. Ik denk oprecht dat gaat spelen. Inderdaad. Ik zat ook al te denken, hoe ga ik punter nu reducen? Het is het enige wat je nog kan doen, inderdaad. Ja. Wow, we zijn echt zoveel mensen. Zo. Dit is echt eng. Holy shit. Iedereen staan op hoefslag en dan zeg ik go. Jongens, waar ga je heen? Ik wil achter jullie of bij jullie. Oh, ik zullen we deze kant op? Wat even, waar niet? Deze, die gaat weg. Huh, wat gebeurt hier? Waar zijn jullie nou? Ik ga naar achter helemaal. Naar daar zijn niet heel veel mensen. Wacht, die Sarah zit voor me. Oh ja, die is level 17. Maar ja, dat gaat wel denk ik. Oh, Tiffany zit er ook. Ik ga wel even achter jullie, want mijn paard is echt slow. Nou, eindelijk hoor ik Star Stable muziek. Dat was elke keer weg. Ik word nu ook opeens. Als jullie een nieuwe dressuurproef hier doen, dan kom je niet meer van dat deuntje af. Ja, klopt. Heel irritant. Oh, ik moet de chat wel openhouden natuurlijk. Ja, ik neem hem ook al dicht. Dat ging ik automatisch. Ik zeg geen... Oh. Huh? Oh, oké. Okay. Nee, dan moet je het gewoon direct doen, denk ik, als hij het zegt. Ja. Ja, oké. Oh. Oh. Help. Oh. Okay. Hallo!
Er komt iemand erin. Waarom heeft ze bijna dezelfde naam als jou? Oh, stop. Kut, we moeten stappen. Ah! God, ik ga al door je heen. Curl. Echt? Oh, ik word helemaal naar van die mensen die ook bezig zijn. Oh. Wat is BTW? BTW moet je betalen. Ik ben benieuwd van wat is BTW. Oh, meid. Wat gaan we doen? Waarom doen? Oh ja, nu moet ik ook curl doen, omdat jij ook curl doet. Oh, dan moet ik ook curl doen. Adi Sarah. Oh nee. Oh, mijn paard zit al helemaal mis. Ik het nu al. Jongens, we moeten dit wel delen. Ja, ik reed het gek aan. Oh nee. Oh nee, je moet... Oh, kut. Nee. Even curlen, hoor. Ja, ik wil ook even curlen om jou heen. Draf! Oh no, weer. Draf! Moet het draven? Ja. Oh, dank je voor het zeggen. Oh, ik doe even de curl, maar dan moet jij ook. Dat is echt heel kut Sarah, eigenlijk. Sarah, schiet op, man. Haaggalop. Handgalop dus. Oh my god. Oh. Ik ga dus niet als... Oh, wat een drama is dit. Jeetje. Ja, maar ik zit helemaal in mensen te rijden. Maar dit kan toch niet? Dit is toch drama? Halt! Ik zit alleen maar rondje. Halt, jongens! Moet stoppen! Oh, kut. Oh, niet achteruit dus. Zij staat in mij. Sarah. Oh, Nina gaat vrolijk door. Hoe zit je ook weer door? Ik doe dat echt nooit. Control. In stapcurl. Oh, ja. Oké. Okay. Okay. Daar heb ik al voor geoefend net. Ja, en nu moet je dan doorstappen of wat? Ik denk het. Oh. Ik blijf staan. Maar ik weet het niet. Mag Tiffany tegen het hek aan gaan? Ik weet niet wat we doen. Moeten we nu doorgaan of niet? Nee. Galop. Oh. Nou, ik weet ook helemaal niet meer wie er wel of niet meedoen. En niemand is aan het opletten. Dus... Echte galop. Oh god. Oh. Galop curl. Oh, ik ga veel te... Halt! Oh, het gaat helemaal mis. Stop! Halt! Oh god. Halt alweer? Ja. Ja. Jeetje jongens, wat een stress krijg je hiervan. Ik word hier helemaal 10 jaar ouder van, denk ik. Draf! Hoe gaat ze dit ook... ik vind het ook wel knap. Ik kan dit toch helemaal niet zien? Beoordelen. Nee, het is ook heel moeilijk, curl. Ja, ik ga ook even curltje doen, want ik zit in Sarah's kont. Nou zit ik in Sarah. Ik heb gewoon 3 mensen ingehaald, per ongeluk. Ja, ik heb net ook... Het gaat helemaal mis, maar ja... Niet door elkaar niet heen! Door elkaar heen. Nee. Foei! Hoi, mag ik even in deze bak rijden? Ja. Nee. Even de curl. Nee. Hoezo? Alsof deze bak van haar is. Ja, echt zo. Galop! Kut, handgalop. Oh, daar ga je! Oh nee. Niemand zag dat, toch? In mijn beeld zit ik in jou, maar... Ja, die Sarah! Ik ga curlen. Ja, maar ik ook, want als... Dit gaat helemaal mis. Oh, dat moet ik ook! Geef je nou weer een flesje? Deze meid doet dat niet meer. Oh my god. Het gaat echt helemaal mis. Nou, maar in ieder geval, ze is niet heel streng, denk ik. Met qua kledingvoorschriften en zo. Oh. Dit is niet handig dit, jongens, met zoveel. Toch af. Nee, maar rijden hier ook allemaal mensen voor mij en die gaan mij allemaal inhalen. Caitlin, Mastertop of zo, ook het. Ja, die Katalin, die zit ook helemaal in mij. Maar ja. Katalin. Mijn hartslag gaat Ja, Katalin, weet ik veel. Je hartslag gaat omhoog. Voel je de druk? Ja. Kijk hoeveel mensen, jongens. Het is dat als ik een curl ga doen en iemand anders... Oh, moet in het draf. Ja. Ik zat nog lekker te galopperen gewoon. Hallo, waarom moet ze... Gaat ze helemaal in mijn reet? Ga weg. Galop! Oh, galop. Dank je. Kom, meid. Nou, ga jij lekker me inhalen. Oh, wacht! Het is harde galop, niet handgalop. Ja, ik dacht, hoe ga ik sneller dan dat jij gaat? Kut. Oh my god. Oh god, het gaat helemaal fout. Ja, ik ga ook... Ik ga echt... Help, ik krijg met 6 mensen in elkaar. Ja, ik ga ook echt niet die Katalin ontwijken, want dat kan helemaal niet. Halt! Ik haal gewoon iedereen in. Oh, wat een drama is dit, jongens. Ik ben jullie ook helemaal verloren. We zitten echt in volgorde. Maar gaat ze dan gewoon een winnaar noemen of gaan er wel mensen af of zo? Nee, het is volgens mij zonder eliminatie. Dat vind ik jammer, want dat vind ik ook wel leuk, trouwens. Maar ja. Ze keek en ik ging nog lopen, dus... Oh, oei. Daar ga je. Minpuntjes. Echt zo denk ik, zo, ja, pak slaag. Trouwens, de volgende ronde gaat ze met de zweep achter je aan. Ja. Mhm.
Als ik bij je ga staan, 3 stappen vooruit en 4 achteruit. Wel de voorbenen tellen, jongens. Duren. Het gaat om de voorbenen, volgens mij. Dat was net ook zo. Oh, ik doe het maar wat. Gaat wel iedereen langs? Weet je hoe lang? Oh my god. Ja, dat duurt heel lang. Oh, ik ben hierna. Spannend. Succes, meid. Je kan dit. Succes, zegt ze. Maar als iedereen of is het de steekproef? Als ik 3 stappen vooruit zit, dan zit ik in Daisy's kont. Maar oké. 1, 2, 3. Ik ga stiekem alvast een stukje achteruit. Nou jongens, nu ben ik. Nou. You go, girl. Kom maar, Cheyenne. Nou, Cheyenne. Was het niet goed? Help. Ik weet het niet. Ik vind het wel heel leuk voor haar dat ze het voor elkaar heeft gekregen om zo'n grote flatshow te hebben. Ja, echt hè. Nou, ik weet niet, hallo, maar... Misschien... Waarom loopt ze niet weg? Ik heb het al gedaan. Ja, geen idee, maar ze zegt ook niks. Misschien dat ze even veel pauze heeft of zo. Oké, niet meer lange tijd, dus sla ik over. Nee, ik ben net aan de beurt! Wat is dit? Nee. Ah, jongen. Nou ja. Dit is het moment dat we te horen krijgen. Oh, wat? We zijn al klaar? Ja, we zijn klaar. Ja, maar ik heb niks gedaan. Ik heb wel even kunnen shinen met mijn 4 stappen naar langs mij opgelezen. Nou, dit vind ik echt weer... Ik heb hier niet kunnen laten zien wat ik nou eigenlijk in huis heb, hoor. Nee. Mensen. Waarom gaat iedereen ook in haar staan bijna? Jongens, ja, twee even normie. Dat is dus hoe jij je voelt. Ja, soms wel, ja. Oh, nee. Nou, ik wil wel nog een flatshow doen met eliminatie. Ja. Ja. Ik ga vragen. Doet iemand zo meteen... Ja, inderdaad. Bijna illuminatie type, dat is iets anders. Oh, sommigen joinen zonder te vragen. Oh, wie is vijfde? Ja. Ik vind het oprecht spannend, maar ik heb niet het idee dat... dat ik sta ook als enige niet in de rij. Ik denk dat ze heel veel mensen dan niet echt heeft kunnen zien. Weet je hoeveel mensen dit zijn? Ja, waarom staan? Oké, okay, ik ga wel even naar voren, want anders ziet ze mij helemaal niet meer staan, denk ik. Nou, schiet op, wie is de vijfde? Oh, sorry. R. R. Oké. Okay. Oh, dat is een wat bedoelt ze ermee? Ik denk Riley McStreet. Nee, ja, dat denk ik niet. Rilly. Rijden. Rilly McStreet. Daisy, rijden. Nee, dit gaat over rijden. En dan heb je ook nog kleding, toch? Mijn god. Of niet? Ik weet het niet. Oh, even klappen voor haar. Oh, moet dat ook? Hallo? Wacht. Oh. Wat is dit? Wow. Het is wel grappig dat mensen ook echt helemaal hyped zijn en zo. Het is echt iemand zo, ik sowieso niet. Dank iedereen. Kijk dan, die is gewoon helemaal blij. Ah, Nina. Nina weet helemaal nog niet of ze... Of ze goed heeft gedaan of niet. Oh, Katelyn gaat ervoor. Hou eens op. Dat is zo ziek. Dan ben je inderdaad al helemaal niet. Girl. Wat? Ah, dat is echt zielig. Dat vind ik een beetje... Ik snap er helemaal niks van. Ja, Nina. Kijk. Oh, dit vind ik leuk. Oh, je moet... Oh my god, dit vind ik leuk. Troostprijs. Je moet ook gewoon typen met zo'n haak hier. Iemand van ons moet wel op 5 staan. Ja. Nou, wie wordt de derde, jongens? Top 3. Top 3 cool racers. Wow, dan heten we gewoon cool flatshowers. Dat denk ik ook. Ik geloof niet dat dit gaat gebeuren. Maar weet je, de kans is er. Ik denk als één van ons wint, no offense, maar dat niet komt door onze prestatie. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, ik snap niet hoe je dit zo iemand kan ranken. Ik zou echt niet 5 mensen hieruit kunnen ranken, weet je hoeveel? Nee. Deze bak is ook veel te groot, je kan ook echt niemand We zien. Moeten even kijken of we straks een kleinere kunnen vinden. Waar we misschien wel met eliminatie of zo. Dat is wel leuk. Meestal doen ze ook volgens mij wel wat hoor, maar... Ja, ik zou denken op een traag paard zitten zometeen. Ja, dat is ook wel een idee. Want het is er wel erg vervelend. Of er moeten gewoon regels zijn van hij moet eigenlijk gewoon level 13 en hoger zijn. Ariel Green Cake. Nou, gefeliciteerd. Het is geen top 3'tje, jongens. We moeten nog even wat meer oefenen. Dory. Oh, kutzooi. Nou, wat leuk.
Gefeliciteerd. Ik weet niet wat je wint, waarschijnlijk de eer. Maar... Oh, spannend, tweede. Maar dit gaat over het rijden, of hoe moet ik dit zien? Ja, dit gaat over rijden, niet de outfit, dat komt nog. Oké, dat komt niemand ook gefeliciteerd typen. Geen idee. Het is een moeilijk woord. Ja, dat is te merken. Nou, wie is het tweede nu? Oké, nou, wie is het? Ja, soms heb je ook natuurlijk dat je de naam niet mag zeggen. Dat is ook irritant. Oh, ja. Oh, echt? Ja, bij sommigen. Luna. Luna. Ik ben hier... Ze heeft helemaal een pet op, Luna. Die staat hier in het paars. Oh, Maple Kite. Ja. Ja. Deze rij is zo tering lang, man. Ik zie helemaal niet wie er allemaal meedoet. Ja. Nee, ik ook niet. Nou, wie wordt de eerste? Nou, wij niet, denk ik. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we het kunnen vergeten. Nee. Zo, maar als je hier eerst wordt, dan ben je toch ook wel echt... Dan heb je het echt gemaakt. Kijk, ik heb een grote groep. What the heck? Spannend. Nou, tromgeroffel. Ik ga vast applaudisseren. Ik klap alvast. Oh, wat schattig. Iedereen heeft het ja, gedaan. Ja, absoluut, jongens. Nou, wie is het? Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb niemand gezien, want ik was alleen maar druk bezig met hoe ik niet in iemand anders moest rijden. Ja. Therese. Oh, nou, wat cute. Gefeliciteerd. Level 9, nou. Gefeliciteerd. Met Beer. Ja, zij deed van de week ook mee toen ik erin zat. Toen was ze level 7 en toen had ze ook gewonnen. Ah, nou, ze is gewoon nu... Dus zij is een beetje professional. Maar zij heeft ook een Noriker, toch? Is het een Noriker? Misschien moeten we op een Ardenner wat ze van de week. Oh, dit is ook... Oh, nee, dit is een Noriker wel. Ja, ik kan er niet zien vanaf hier. Oh, het is, staat naast mij bijna. Nou, wat leuk. Oké, we moeten nu op zoek naar een andere. Oh, we krijgen nog een prijsuitreiking van een setje. Oh, godverdorie. Oh, dat is ook zo. Wat duurt dit lang? Sorry. Ja, het duurt echt lang. Ja, maar hier moeten wij wel top 5 zijn. Oh, ja. Sarah die trapt gewoon achteruit. Ik ga iets naar voren staan, zodat ze mijn outfitje kan zien, zo. Gewoon net één stapje. Gewoon subtiel. Heel even nog laten zien. Even een rondje maken. Dan kijk hoe mooi ik ben. Ja, ik vind dit wel... Ik vind dit niet zo'n leuke prijs. In ieder geval, hij is wel leuk. Maar... ik weet niet. Ik zou toch liever het rijden voor de skill, weet je wel. Je kan niet rijden, maar je hebt wel een mooi setje. Ja, dat ja. Oh. Misschien ook originaliteit. Ik ben heel benieuwd op... wie is Nora? Ik wil weten wie het is. Nora, gefeliciteerd Nora. Is die... Oh, daar. Oh, Nora is die. Wat ik al zei, dat ik dat een leuk setje vond. Nou ja, leuk. Oh, kut. Ik maak een buiging. Nee, dat wil ik niet doen. Hij staat... Nee. Ben je zo raar, zie je jezelf? Ja. Oh, dit is echt een slechte fout. Ik zie die hele Nora niet. Ja. Ik ook niet, joh. Ze liep net achter, maar ik weet niet waar ze nu is. Als tweede... Oh, doe maar 3 hier, niet 5. Oh. Ze zijn toch net 5e? Ze zijn net 5e. Ja. Nou, weet je wat? Wij kunnen ook straks gewoon een flat show gaan geven. Ja, waarom niet? Oh ja, nee, maar dan gaan er echt klote veel mensen meedoen. Nee. Ik zou niet weten waarom... Hier 4 mee. Ik zou niet weten waar ik dat moet baseren, joh. Nee. Oh, ga snel heen. Ik ga het kijken. Moet je echt pro zijn. Waarom heet ik dat Jarlahein Horseman? Sarah! Gefeliciteerd Sarah. Hey. Cool. Gefeliciteerd. Dat klonk heel sarcastisch, maar zo bedoelde ik het niet. Oh my god. Het duurt een beetje lang. Mijn geduld raakt Op, die Sarah heeft uiteindelijk een andere set aangedaan. Die had er eerst een soort hoed op of ja, zo. Ja, ze had alleen een hoed op, maar de rest had ze, heeft ze wel hetzelfde gehouden. Maar inderdaad, ze had wel een hoed op, ja. Nou ja. En als derde, tromgeroffel. Nou, goed opletten, jongens. Luna! Hè? Oh, sorry, ik ben ik helemaal niet om haar. Maar ik dacht juist, als dat wint, dan weet ik ook niet meer wat ik aan moet doen. Ja. Ik vind het leuk. Het is leuk als gewoon setje, maar voor een flat show had ik toch wel iets anders bedacht. Ja, maar dat is vorige keer had ik ook echt iets. Ik had vorige keer ook gewonnen met een setje, maar ik had echt een trui aan en zo. Ik echt? Oh. Nou ja. Ik weet niet, dat zou ik persoonlijk niet zo op. Iets naar. Hey!
Wat ik? Hey. Maar ben ik tweede? Ik ben gewonnen. Yes, tweede. Wow, wow. Oh my god, jongens. Ik heb het toch wel echt gemaakt nu, hè? Of is er nog een andere Riley? Dat zou trouwens echt fucking kut zijn. Oh. Helemaal de eer op me nemen. Ah, dat is echt cute. Jij ook, Sarah. Wie is de eerste? Wie is eerste? Ik ga nog even een stapje naar voren zetten. Als je het goed kan zien. Ja, echt hè. Wat is een slijmbaan? Theresa. Die was ook net al gewonnen, toch? Ja, nou, ja, vriendenpolitiek. Ja, dit is echt vriendjespolitiek. Ja, dat is Oh, ik vind niet een lelijke outfit. Ook mooi. Zeg je dat nou zelf of niet? Oh nee, dat zegt Sarah. Ah, dat is echt cute. Jongens, tweede prijs in de pocket, jongens. Maar niet om de skills. Dankjewel voor het organiseren. Ja, hoe heet ze? Cheyenne, toch? Of is het Cheyenne? Mm-hmm. Ik weet het niet eens. Volgens mij was dat Cheyenne. Ah. Oké, wel cute. Ja, het is schattig. Slaap lekker, met. Nou, wat leuk, jongens. Nou mensen, ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond het wel redelijk goed gaan. Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Ik heb toch nog een paar prijsjes binnengesleept. Dus dat is wel heel leuk. Niet om het rijden, maar wel om de outfit. Dus I'll take it. Wellicht gaan we dit vaker doen. Laat even weten in de comments of je dat leuk vindt. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dus tot dan. Toedeloe.